Goedendag, welkom hier vanaf het Feyenoordstadion. Er zijn van die Feyenoord thuiswedstrijden waar je altijd net even wat meer naar uitkijkt dan gemiddeld. En vandaag is natuurlijk zo'n thuiswedstrijd als Feyenoord de topper gaat spelen tegen PSV. Een topper is het uiteindelijk natuurlijk altijd. En de vraag is, gaan de Rotterdammers het gat met PSV terugbrengen tot 3 punten? En gaan ze daarmee misschien weer een beetje aanhurken tegen de top van de Eredivisie? Het is spannend, we zitten 1,5 uur voor de wedstrijd, maar hier rondom de Kuip begint het al aardig druk te worden. We gaan ongeveer 35 minuten lang vooruitblikken op Feyenoord tegen PSV. Eerst eventjes het laatste nieuws. Daarvoor komt collega Sinclair Bisschop hier. Goedemiddag Sinclair. Goedemiddag. Zojuist is de Feyenoord spelersbus hier aangekomen met daarin Kenneth Vermeer. Met Kenneth Vermeer en ook Nicolai Jurgensen. Toch de vraag, hè, omdat we weten dat Nicolai Jurgensen niet naar Porto mee was, omdat hij ieder moment vader zou worden. Nou, ik heb nog niet gehoord dat hij vader is geworden, dus dan weet je maar nooit hoe dat vannacht afgelopen is. Maar hij is erbij en Kenneth Vermeer is er ook bij. En ik kan me niet voorstellen dat Kenneth Vermeer klaargestoomd is om op de bank te gaan zitten. Dus je mag ervan uitgaan dat Vermeer straks in de basis gaat staan in die wedstrijd zo tegen PSV. En ook Nicolai Jurgensen zou in de punt gaan beginnen. Dat laatste, daar ben je... Dat zeg jij onderbuikgevoel of daar ben je van overtuigd? Daar ben ik wel van overtuigd. Daarvoor, ik denk dat tegen hem is gezegd, blijf jij maar achter. Hopelijk dat je vader gaat worden. En dan klaarstomen voor die wedstrijd tegen PSV. Want ja, ondanks dat Feyenoord goed gespeeld heeft bij Porto met Larsson links, Berghuis rechts en de punt Sinisterra. Ja, zeker tegen PSV, denk ik. Dat zag je ook vorig jaar in die wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in de Kuip. Dat je een sterk aanspeelpunt, en dat is Nicolai Jurgensen, wel kan gebruiken. Ja. Goed, Vermeer dus terug bij de selectie. Dat is het nieuws van dit moment. Of hij gaat spelen weten we nog niet 100% zeker. Opstelling is er nog niet. Dat zou trouwens betekenen, Sinclair, ja, even heel kort, dat dan Marsman weer derde keeper is. Want Bijlo is er ook weer. Ja, maar dat is ook eigenlijk de functie die hij had. Hè? En het is denk ik een bonus geweest, de wedstrijd die hij de laatste weken heeft kunnen keepen. En ja, nu Bijlo weer fit is en ook Vermeer, ja, keert hij weer terug als derde doelman. En laten we eerlijk zijn, hij heeft het bij Vlagen goed gedaan. Maar in Porto viel hij toch min of meer een beetje door. Zakte hij toch min of meer een beetje door het ijs met twee ballen die toch houdbaar leken. En Vermeer, hij is eerste keeper en zo werkt het. Dankjewel tot zover, Sinclair. We spreken jou uitgebreider als de opstelling van Feyenoord er definitief is. Tot die tijd blikken we vooruit. Nu met een graag geziene gast bij RTV Rijnmond. Ben je lekker warm, Rob? Je komt uit de auto net. Ja, ja, lekker toch? Gefeliciteerd trouwens nog. Schrijf een beetje zo, dan kunnen we je wat beter zien. Gefeliciteerd met het boek. Ja, heel fijn. Ja. Hoe is het daarmee nu? Gisteren de hele dag zo'n beetje bezig geweest en in Zwijndrecht en bij Snoek zitten schrijven en ging om 6:30 weg. De lamme arm van het signeren. Ja, leuk. Wat voor reacties krijg je? Hele leuke reacties. Kun je er een paar met ons delen? Ja, het leest lekker weg en leuke dingen staan erin en ook serieuze dingen. En het moet natuurlijk wel serieus blijven, daarom, dat boek. Maar ik heb alleen maar positieve reacties. Dus dat is als ik het nou, ik heb het nog niet gelezen, maar stel ik zou het helemaal hebben gelezen. Wat gaat mij dan het meest bijstaan over, niet zozeer jouw voetballeven, maar jouw voetbalvisie? Nou ja, die voetbalvisie die komt steeds wel weer terug. Ook bij de drie Rotterdamse clubs. Maar die voetbalvisie heb ik ook meegenomen naar Saudi-Arabië en Griekenland. En dan word je daar ook, kan je met die visie kan je verder en dan haal je Europees voetbal. Wat is die visie van Rob Jacobs? Nou, dat je gewoon moet proberen toch aanvallend, altijd aanvallend te willen. De intentie moet zijn aanvallend om te scoren. En dan 6-5 zijn mooie uitslagen. En 4-3 zijn ook mooie uitslagen. Tegengoals krijgen, ja. Maar als je dan zoveel kwaliteiten voorin hebt, dat steeds weggevoetbald kan worden. Nou, daar ben ik altijd op afgegaan. En dan verloor ik ook met Excelsior 6 wedstrijden achter elkaar. En dan liep ik niet weg. En dan kwam er gewoon weer, kwamen die situaties kwamen allemaal weer terug. Ja. Aanvallend voetbal, daar sta jij voor. Ja. Het Feyenoord van nu, of eigenlijk het Feyenoord al van de laatste jaren, speelt meestal niet zo aanvallend als er een goede tegenstander is. PSV is vandaag een goede tegenstander. Dan zakt PSV Feyenoord wat in. Dan gaat het wat meer anticiperen op de omschakeling. Ja. Snap jij dat? Ja, het gaat er bij mij om. Feyenoord speelt thuis en Feyenoord krijgt het publiek er weer achter. En PSV is niet in goede doen. PSV is niet in goede. Ze hebben niet de kwaliteiten. In de ploeg, ook achterin, zijn ze heel kwetsbaar. Voorin hebben ze heel veel snelheid en scorend vermogen. Maar dat steekt een beetje weg. Ja, dat je er tegen Fortuna een paar maakt, oké. Maar dat is Feyenoord niet gelukt trouwens. Nee, dat klopt. Feyenoord krijgt de 4T in het mandje volgens mij. Maar het is dan toch zo dat je hier thuis tegen PSV moet Feyenoord ze bij de strot gaan pakken. En moeten ze het gewoon zelf af gaan dwingen. Ik weet niet of die Jurgensen erbij is. Jurgensen zit bij de selectie. Ja. We hebben de opstelling nog niet. Gaan we dan eigenlijk wel vanuit als hij bij de selectie zit erop. Hij is dus blijkbaar nog geen vader geworden. Oh. Dan kan hij spelen ook toch? Jammer toch wel dat hij ook daarbij kunnen zijn toch?
had hij misschien wel een goal gemaakt. Ja, maar gezien het verleden dat Jurgensen en zijn vrouw hebben, waar het gaat om het krijgen van kinderen, snapt iedereen dat hij hier is gebleven. Oké, nou dat weet ik dus niet. Dan zeggen we daar niks meer over. Ja. Vermeer zit ook weer bij de selectie, dus die kiept, denk je toch? Ja, ik denk dat het Vermeer kiept. Ja. En dan zal Bijlo gewoon weer de tweede rol pakken, zoals het was. En hij was binnengekomen als derde man. En dan moet hij weer als derde man gaan zitten. Dat is zijn plek. Wat voor wedstrijd krijgen we zo meteen? Feyenoord PSV? Ik denk dat we toch wel eens kunnen verrassen. Dat Feyenoord toch wel eens kan verrassen. Ze hebben toch wel periodes gehad dat ze daar in Portugal aardig speelden. Maar het was verdedigend, was dat weer niet goed. En de keeper had natuurlijk ook zijn dag niet. Laten we het dan maar zo zeggen. En Malaysia had zijn dag niet, die een goal bij zichzelf maakt. Maar ik denk dat het een goede en een open wedstrijd is. Kijk, zij willen ook wel vooruit voetballen. En dat ligt Feyenoord. Al die ploegen die hier met z'n vijf en met vier middenvelders, vijf achterin en één voorin. Dan heeft Feyenoord het allemaal moeilijk. Feyenoord kan moeilijk het spel maken thuis. Het positiespel van Feyenoord is niet goed genoeg. En nu kan het wat meer gaan afwachten en daar misschien beter mee omgaan. Ja, dat denk ik. Hoop jij net als ik, Rob, tot slot dat Steven Berghuis als aanvoerder vandaag echt eens opstaat? Ja, daar zit ik me ook steeds af te vragen. Zo'n band moet toch iets extra's zijn voor zo'n knul ook. En hij is een international. Hij speelt dan weliswaar niet, maar hij wordt toch wel weer de koeman die ook het spelletje begrijpt. Wordt hij steeds erbij gehaald. Laat dat dan eens een keer zien. Anders is het dadelijk over, want dan komt die van AZ erbij. Thanks. Ja, en die van PSV. En dan krijgt iemand die thuis blijven. Dus laat nou eens zien dat je in deze wedstrijd, dat je zegt hier, geef mij die bal nou. Hij moet ook eens een beetje zuiniger zijn met dat balbezit. Hij vliest hem veel te snel. Maar hij kan hem ook gewoon geweldig binnenkegelen met die linkerpoot. En laat die overtreding even achterwege. Ja, als hij dat blijft doen, dan zit het niet goed. Als ik jou zo beluister, gaat Feyenoord winnen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, nee, hopen doen we het allemaal. Ja, maar ze moeten het even laten zien. Dat bedoel ik maar. Wel bedankt, Rob. Ja, okay. En succes met het boek. Ja, goed. Roep het door het hele jubelende land. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat TV Rijnmond me geweldig geholpen heeft. Daar zijn wij. En ik ben blij dat ik weer terug in de klas zit. En wij ook. Ja? Bedankt. Goede wedstrijd. Dat was Rob Jacobs. Daar kan je, als het moet, tot 2:30 mee doorpraten. Gaan wij niet doen. We hebben ook nog andere gasten. Hier is Berne, hier is Patrick. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Jij zit bij FR12, hè? Heb ik dat goed? Ja, correct. Dat is een hele populaire Feyenoord supportersite. En wat is jouw rol precies daar? Ik zit niet. Je bent gewoon supporter? Gewoon supporter die... Noem dat maar gewoon. Schrijft. Ja. Je hebt een boek geschreven. Ja, het is een fotoboek. We maken het samen. Patrick die heeft de foto's geschoten. En ik heb daar sfeervolle teksten bij geschreven. En het is uiteindelijk een boek geworden dat heet Dit is de Kuip. En het is een ode aan het schitterende stadion. Gemaakt door supporters, voor supporters. Waarin wij vooral willen laten zien hoe mooi dit fantastische stadion is. En hebben jullie dit boek nu gemaakt vanwege de discussie, moet die Kuip nou weg of niet? Nou, niet per se, maar het is wel natuurlijk om echt te laten zien dat, kijk eens mensen, dit is wat we hebben. En weet wat je bezint voordat je eraan begint, zeg maar. Ja. Je hebt de flyer in de hand. Dit is de Kuip, zo heet dat boek dus. Icoon aan de Maas. Is het boek af? Ja, het boek is af. Het is alleen nog niet gedrukt. Nee, het is nog niet gedrukt. Het is nog niet gedrukt. Oh. Het is op dit moment in de voorverkoop via ditistekuip.nl. En het hele gave hieraan is dat als je nu het boek bestelt, ten eerste krijg je een hele schappelijke prijs voor een fotoboek. Hoeveel dan? Het is 1937. En gaat er dan een lampje branden? Ja, dan gaat er een lampje branden. Ja. Dus uiteindelijk kan je hem daarvoor kopen. En dan is het boek in maart, krijg je hem geleverd. En je naam staat erin. Dus dan ben je ook nog onderdeel van het schitterende boek over de Kuip. Wat leuk. Hey, en even jongens, tot slot. Hè. Voor mij was het vorige week. Toen circuleerde er een klok op internet. Wat heel veel stof heeft doen opwaaien bij Feyenoord supporters. Een aftellende klok. En dat had dan ook met de Kuip te maken. Zoveel was wel duidelijk. En wij hebben bij Rijnmond Sport ook gelopen speculeren van waar gaat dit nou over? Maar dat waren jullie. Ja, dat klopt. wat was de gedachte? Nou ja, wij konden natuurlijk wel om lachen. Want er gingen de wildste verhalen rond over wat zou er komen. Nieuwe renovatieplannen, nieuw stadion, aandelen die worden gekocht, verkocht. Maar ja, wij kwamen met een boek. Dus ja, voor ons was het natuurlijk wel prettige bijkomstigheid. Nogmaals, het is geen protestboek. Het is vooral om te laten zien hoe mooi het huidige stadion is. En dat die klok een beetje viral ging, dat is mooi meegenomen. Want het is een boek vol foto's met begeleidende teksten van jou.
Hoe kom je aan die foto's? Wat zijn het voor foto's? Ja, we hebben allemaal door de afgelopen jaren zelf gemaakt al. En er is veel. We hebben ook speciaal voor het boek heel veel foto's gemaakt die eigenlijk ook nog nooit ergens verschenen zijn. Het is dus echt detailfoto's van de Kuip, 's nachts foto's van zalen, van het veld, van de tunnels, van de lichtmassen. We zijn op het dak geweest van het stadion. Het is echt, echt unieke foto's. En we hopen gewoon dat mensen het dus echt aan de Kuip zullen denken. Zo van, dit wil ik niet kwijt. Of dit is wat we gehad hebben over een jaar of 10. En dan met een beetje weemoed misschien. Ja goed, het laatste nieuws over dat nieuwe stadion is dat als het er al komt, als die financiering rondkomt, is het nog eens met een jaar uitgesteld. Hè? Dan zou het pas 2025 worden voordat dat nieuwe stadion er zou komen. Nou, hou je van de Kuip? En wie houdt er niet van dit stadion? Dit is de Kuip is het boek dat daar dus over verschijnt. Je kunt je aanmelden via ditisdekuip.nl en dan komt je naam er nog in ook. Gefeliciteerd ook met een boek. We hebben het veel over boeken in dit programma. Ja. 3 punten vandaag. Nou, daar gaan we wel vanuit, dat toch? Dat zou toch wel mooi zijn. Ja. Hoe reëel is het? Ik weet niet waar het op gebaseerd is, maar we gaan er vanuit. Zo mag ik een supporter graag horen. Jongens, bedankt en veel succes met het boek. Wij gaan verder vooruitblikken op Feyenoord tegen PSV. Ja, de Feyenoord-selectie, uitgeschakeld natuurlijk in de poolfase van de Europa League afgelopen donderdag bij FC Porto. Toen vloog het terug naar Rotterdam en heeft er hier verder geen persmoment meer plaatsgevonden. Dus hebben wij in Portugal spelers en ook trainer Dick Advocaat gevraagd naar een vooruitblik op Feyenoord PSV. Nou, het kost wel veel kracht. Zoals we willen spelen kost het veel kracht. En dat zullen we zien de komende anderhalve dag wat er over is. Maar normaal gesproken, als je tegen PSV thuis speelt, dan krijg je kracht vanzelf in je benen. Ja, dat moet. Dus ja, niks te willen. Je moet. Dus ook zondag moeten we weer scherp voor de dag komen. Wat verwacht je dat dat voor wedstrijd wordt? Nou, ik ben een andere tegenstander, maar PSV is heel gevaarlijk. Gevaarlijke jongens, vooral voorin. Internationals, dus het wordt een moeilijke wedstrijd. We spelen thuis, dus we willen winnen. Als je nu ziet, het elftal van nu en toen we begonnen, de strijd wat er in het elftal is, ja, dat ziet er gewoon heel aardig uit hoor. Is het ook aanhaken of afhaken al? Ja, het is moeilijk te zeggen. Wij willen gewoon thuis gewoon winnen. En wat ik altijd heb gezegd, we moeten wedstrijd na wedstrijd kijken. En dat doen we ook weer deze wedstrijd. Dan gaan we gewoon weer voor de 3 punten. Ja, dat was Liro Fer op het einde, dus afgelopen donderdag, na die uitschakeling van Feyenoord in de Europa League bij FC Porto. Feyenoord kan dus het verschil met PSV, dat zelf vierde staat, hè, want Willem II is op dit moment de nummer 3 in de Eredivisie. Feyenoord kan het verschil terugbrengen tot 3 punten vandaag, maar dan moet er dus worden gewonnen. Maar ja, dat is in het recente verleden wel vaker gebeurd, dat Feyenoord thuiswedstrijden van PSV wist te winnen. Hier zijn Michiel en Bram, oom en neef. Ja. Ja. Komen jullie vaker bij Feyenoord? Ja, op zich wel, ja. Is er met de paplepel ingegoten? Bij mij wel, ja. Ja? Ja. Hoe ging dat thuis? Nou, samen met mijn vader. En die vroeg of ik op voetbal wou. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje bij Feyenoord terechtgekomen. Waar voetbal je? VV Nieuwhoorn. Nieuwhoorn, in Hellevoetsluis? Ja. Maar je gaat er niet met je vader, maar je gaat met je oom? Ja, ik was laatst bij Feyenoord Rangers met mijn vader. Maar nu ga ik eens een keer met mijn oom. Ja. Dat is ook weer gezellig. Want die familiaire binding is er dus, Michiel? Ja, ik heb één neefje, die is van Ajax. Daarmee ga ik ook naar de Arena toe. Maar met hem altijd naar Feyenoord toe. En dan krijgen ze voor een verjaardag. Of een keertje naar het Nederlands elftal. En dat is altijd hartstikke leuk. Omdat... Je bent wel een Feyenoord supporter, denk ik? Voor Sparta eigenlijk. Maar ja, daar hebben ze beide niks mee. Dus dan ga ik gewoon lekker naar Feyenoord toe. En dan een keer naar Ajax. Hoe valt dat in de familie, bij deze Feyenoord familie, dat jij ook wel eens gewoon naar Ajax gaat? Zijn vader heeft er wat problemen mee. Maar goed, dat negeer ik gewoon. Ja. Hey, en hoe kijk jij nou naar dit Feyenoord? Het staat natuurlijk nu zelfs even 9e door die uitslagen van gisteren. Er komt er nu een topploeg op bezoek. Met wat voor idee kom je dan naar het stadion? Nou, hopen dat Feyenoord gewoon laat zien hoe goed ze kunnen voetballen. En dat hebben ze al vaker laten zien. Dus ik verwacht gewoon dat ze hier gaan winnen. Want je denkt dat ze beter kunnen voetballen ook dan PSV? Ja, ze hebben wel een goede doorzettingsvermogen. Dus ze kunnen het altijd wel laten zien. Hij kan wel lekker lullen over voetbal, hè? Ja, zeker weten. Hij heeft er goed kijk op. En het is wel zo dat Feyenoord vaak goed presteert tegen sterkere tegenstanders. Dus ik denk dat voor een PSV thuis makkelijker te winnen is dan bijvoorbeeld een Willem II uit. Ja. Nou. Leuk, zo even met z'n tweetjes op pad. Ja. Vanuit Hellevoetsluis hier naar Rotterdam. En op maar naar... is het nou een stunt zijn als Feyenoord wint of toch eigenlijk niet? Klein beetje, maar ik verwacht het op zich... Het is verwachten dat ze gaan winnen. Ja. Welk vak zitten jullie? H. Vak H. Ja. Oké, nou dan ben je vlakbij nu. Veel plezier, Michiel en Bram. En maak er een mooie middag van hier in de Kuip.
Dank jullie wel. We hebben gelijk een volgende supporter met muts en sjaal en lekker warme jas. Hallo, ik ben Bart en uw naam is? Ik kom Gerrit Marken, ik kom uit Lobit, het oosten van Gelderland. Lobit? Lobit, waar de Rijnlands land binnenkom. Ah, dus u heeft 2 uur in de auto gezeten? 1,5 uur. Dus, maar dat doet u iedere 2 weken? Vaak wel. Ja, ik heb zelf ook een functie bij mijn clubje, dus ik ben materiaalman van het eerste elftal bij ons. Dus, maar het was afgelast, dus ik denk mooi naar de Kuip toe. Oh, u doet dat vrijwilligerswerk bij een zondagsclub? Ja, ja, ja. Maar ja, Feyenoord is ook belangrijk voor mij. Dus het is mijn lust en mijn leven. Dus we hopen dat het vandaag goed af gaat lopen. En waar is die hoop op gebaseerd? Nou, ik denk PSV ligt ons wel, denk ik. Dus ik verwacht een kleine overwinning, 2-1. Het zal niet makkelijk worden, denk ik. Maar ze zitten allebei een beetje niet lekker in hun vel. Maar ik verwacht wel dat ze hier de bovenliggende partij zijn vandaag. Dat we 2-1 overwinning. Nou, daar zou werkelijk iedereen natuurlijk voor tekenen. Maar hoe ervaart u dit seizoen nu bij Feyenoord? Het is te wisselvallig. Het is wikken en wegen, laat ik het zo zeggen. Hoeveel pijn doet dat? Heel veel. Ja, kijk, Ajax dat loopt maar weg. En die halen maar geld binnen. Ja, en hier is het vechten tegen de bierkaai. Financieel dus. Dan moet ik hier veranderen, vind ik. Maar ondanks dat vechten tegen de bierkaai en die steeds groter worden de afstand met Ajax. En misschien ook wel met AZ en PSV. Ja, u stapt toch weer 1,5 uur in de auto en komt weer naar Rotterdam. Tuurlijk, het is mijn club en het blijft mijn club. Het is mijn tweede huis, als ik hier ben. En zo zie ik dat gewoon. Dus. Maar ik heb wel goede hoop vandaag. Ja. Dus. Op wie gaat u speciaal letten vandaag? Welke Feyenoorder zegt u van nou, daar wil ik het nou van zien vandaag? Nou, ik denk Jurgensen. Die heeft even een doelpunt nodig om weer een beetje het vertrouwen terug te winnen. Vorm terug te winnen ook vooral, hè, meneer? Ook dat, vind ik wel. Ja, tegen PEC Zwolle kreeg hij een open kans, die moet je normaal maken. En bij Vitesse uit vorige week, waar ik zelf ook bij was. En daar had hij hem ook moeten maken. Kijk, dan heb je gewoon 4 punten meer. Dan loop je toch weer een beetje dichter bij die subtop aan. Maar nu staan nog steeds 9e, dus je moet aanhaken. En vandaag moet je winnen. Ja, nou, zo is het. Wel bedankt dat u even aanschoof. En nou ja, open naar die 3 punten en dan weer 1,5 uur terug naar huis rijden. Heeft u dan in de auto ook de muts op? Of, valt het... Het is lekker warm, zijn kacheltje aan, dus daar komt alles goed. Fijne wedstrijd, meneer. Okay. Goed zo. We gaan, dit soort mooie fijne supporters kom je natuurlijk overal tegen, vlak voor het Maasgebouw. Sinclair, je komt weer even terug. Opstelling Feyenoord bekend? Opstelling Feyenoord bekend en inderdaad Vermeer is de doelman. Achterin eigenlijk weinig wijzigingen. Betekent dus dat Geertruida rechts speelt in het centrum. Bottergin en Senesi aan de linkerkant Malasia. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat Haps en Karsdorp sowieso tot de winterstop geblesseerd zijn. Middenveld ook geen veranderingen met Kukcu, met Ver en met Hoornstra. En dan vanaf rechts bij Feyenoord Berghuis in de punt. Gewoon Nicolai Jurgensen en links Luis Sinisterra. Betekent dat Sam Larsson op de bank begint. Ja, nou dat is dan misschien het enige opvallende tussen aanhalingstekens. Dat Sinisterra wel als linksbuiten toch steeds meer de voorkeur begint te krijgen ten opzichte van Sam Larsson. Ja, en laten we eerlijk zijn, Larsson kreeg dan in Porto de kans. Scoorde wel een vrij doelpunt, maar was voor de rest toch wat ongelukkig in zijn acties. En ja, Sinisterra heeft gewoon een vaste basisplaats. Doet het goed. Is ook een speler die misschien als je zo doorgaat straks wel veel waarde voor Feyenoord kan gaan vertegenwoordigen. Is nog jong, hè? Er zit nog koeien in. Dus ik begrijp wel dat de advocaat kiest voor Sinisterra aan de linkerkant van het veld. Er is wel, Sinclair, wat scepties waar het gaat om die twee jonge backs. Hè? Tuurlijk, Karsdorp en Haps zijn er allebei niet bij. Waarschijnlijk tot aan de winterstop niet meer. Dus spelen daar Geertruida en Malasia. Zou advocaat daar ook andere opties voor hebben? Nee. En de andere opties, ja, je kan gaan schuiven. Je zou bijvoorbeeld Leroy Fer, die is ooit als rechtsback begonnen bij Feyenoord, daar neer kunnen zetten, Tapia op middenveld. Maar ja, je weet gewoon bij jonge jongens dat gaat met pieken en dalen. En ja, ze maken op dit moment fouten, maar je kan ze pas echt beoordelen of het nou zulke grote talenten zijn als je ze wel langer laat staan. Ja, het ziet er op dit moment niet altijd even gelukkig uit. Met name Geertruida, op dit moment kan je nog zeggen dat hij eigenlijk nog niet Feyenoord 1 basisspeler waardig is. Maar aan de andere kant, hij maakt wel meters. Hè? Hij heeft nu echt wel een paar goede wedstrijden in zijn benen. Met in Porto, waar hij toch bij Vlaar redelijk voor de dag kwam. Vandaag gaat hij toch voor het eerst aan een topper spelen. Dus dat zijn wel de meetmomenten. En dan moet de jongen het zelf laten zien of hij die groei gaat maken. En vorig jaar, ja, toen zat hij wel vaak bij de selectie, maar speelde hij nauwelijks. Omdat het natuurlijk ook geen echte serieuze competitie was met Jong. Dus je kan dit soort spelers pas echt gaan beoordelen over langere periode. Laten we eerlijk zijn. Deel voor topwedstrijden natuurlijk ook. En dat is de topwedstrijden. Karsdorp is ook ooit door het ijs gezakt uit bij Rijeka. Om later toch voor zoveel 17 miljoen verkocht te worden aan AS Roma. Dus om nou jongens gelijk af te schrijven. Het zijn hele jonge jongens. Maar ja, ze maken op dit moment wel fouten die pijnlijk zijn en punten kosten. De nood is aan de man. Omdat die de basisspelers geblesseerd zijn. Dus je moet het met deze jongens doen. Ja, en je ziet ook goede dingen bij de jongens. Maar ja, ook dat eigen doelpunt in Porto, bijvoorbeeld bij Malasia. Dat zijn toch
echt dingen die er nou, ja, die moeten eruit. Ja, maar daar staat dan, vind ik ook wel weer tegenover, dat hij 3 minuten later een geweldige assist geeft waar Larsson uit scoorde. Tot slot even wat betreft de opstelling. Is dit een opstelling waarin Feyenoord vanuit de controle gaat spelen en afwacht wat PSV doet? Of gaan ze er vol op klappen? Het maakt niet uit welke opstelling Feyenoord speelt. Onder advocaat speelt Feyenoord zeker altijd controle. Dat is jammer, want je hebt wel eens het idee dat als er sommige ploegen naar de Kuip komen die toch niet in hun beste doen, dat je juist met die Kuip erachter gelijk vanaf minuut 1 ze vast moet pakken. Zagen we onder Van Bronckhorst wel een bepaalde wedstrijd, ook tegen Feyenoord PSV, hier ooit in een bekerwedstrijd gelijk vanaf minuut 1 het toen op papier sterke PSV, ook eigenlijk vorig jaar in die wedstrijd toen PSV alle wedstrijden had gewonnen, hier naar de Kuip kwam en toen hier uiteindelijk met 2-1 verloor. Dat toen Feyenoord ook vanaf de eerste minuut PSV bij de strot pakte, maar ik verwacht eigenlijk weer een wedstrijd die Feyenoord probeert op te bouwen en wachten op de kansen die er zeker gaan komen. Ja, nou, dat doet het, Sinclair, dankjewel, met de aanvoerder van Feyenoord natuurlijk ook, Steven Berghuis. En daar is natuurlijk ook wel in negatieve zin, helaas moet je erbij zeggen, wel de laatste tijd wat om te doen. Want ook met de aanvoerdersband begaat Berghuis de nodige overtredingen. En daar zitten zo nu en dan wat schandaligen tussen. Hij komt er wel altijd bij weg. Hier en daar een gele kaart, rood, ontloopt hij vaak. En dus ontloopt hij daarmee ook wel schorsingen. Afgelopen vrijdag in onze uitzending van FC Rijnmond bespraken we het. Ja, hoe er nu moet worden omgegaan met de toch af en toe wat agressieve Steven Berghuis. Het wordt voor hem echt tijd dat hij gewoon een keer 6 wedstrijden krijgt. Ja, want anders gaat hij het niet leren. Het lijkt wel of we periodiek dat we dit gedrag terugzien. De laatste keer was die gekke overtreding op het middenveld. Daarvoor hebben we een keer een overtreding zien maken waarvoor hij ook geel kreeg en net niet. Weet je, terwijl het heel erg duidelijk is. Ja, Oké, Geert, maar als ik je dan zo beluister, dan ga ik het iets extremer trekken. Hè? Als hij dus geen rode kaart krijgt, die ontloopt hij inderdaad vaak. Ja. Dus geen schorsingen krijgt. En dus dit recidieve gedrag toont. Ja. Moet je dan niet als club zeggen? Tot hier en niet verder. Nee, natuurlijk is daar wat voor te zeggen. Alleen een club zal niet zo snel zijn beste speler gaan schorsen. Is hij dat? Berghuis. Ja, dat vind ik de beste speler van Feyenoord. Ja, of zie jij een betere? Nee, maar ik zie hem niet opstaan gisteren. Nee, maar nou ja. Dat is iets anders dan... Ja, maar dat mag ik toch verwachten van de beste speler binnen een selectie? Zeker. Oké, maar misschien moet ik zeggen, op papier is hij de beste speler van Feyenoord. Dat het er niet altijd uitkomt, maar vaak wel. Dat is ook zo. Alleen in dit geval heeft hij een aantal keer bijna zijn ploeg tekort gedaan. Ja. Buiten zichzelf. Ja, en dat gaat nog steeds elke keer goed. Maar het is nu wachten op dat het een keer fout gaat en dat hij een dikke duw krijgt. Sla ik door René met die optie? Of misschien als club een keer iets doen? Of? Ja, dat gebeurt nooit. Ja, daar heb je gelijk in. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Dan moet je eerst door de bond of door de UEFA geschorst worden. Zodat misschien dan ook de club gaat zeggen van nou, je krijgt een boete, want het is de tweede of de derde keer al. Maar ik denk niet dat de club gaat zeggen van nou, we geven hem een boete of we gaan hem schorsen. Want hij is toch de aanvoerder van dit elftal. Maar juist daarom, René. Ja, maar misschien wil hij dan wel te veel, zeker in het duel, dat hij denkt van nou, ik moet er een paar slidings uitgooien, zodat ze zien van ja, ik ben aan het knokken. Ja, maar daar is niks mis mee. Nee, maar dit soort overtredingen, dat is gewoon blind natuurlijk. Oké, maar toen hij nog geen aanvoerder was, deed hij dat ook. Ja. En je wordt alleen maar, spelers worden alleen maar op non-actief geschorst door de club op het moment dat ze de vrouw van de trainer mee op stap hebben genomen of zo. Ik noem maar wat, weet je. Zo ver gaat dat. Maar ik denk maar best wel dat de club het gesprek met hem zoekt. Dat die zeggen van, je moet toch even uitkijken. Er wordt gezegd dat ze dat wel doen. En om hem dan zelf te schorsen, ja, kun je dat van Feyenoord verlangen. Er is geen club volgens mij in de wereld die dat doet voor dit soort zaken waar gewoon een tuchtcommissie voor is. Hè. Nou, ja, je kan zeggen, hij komt er steeds mee weg. Ja, kennelijk zullen de regels dan toch toelaten nog steeds wat hij dan heeft gedaan. Ja, dat was een fragment van FC Rijnmond van afgelopen vrijdag over de Steven Berghuis met René van Eck, Dennis van Issel en Geert den Oude bij ons aan tafel. Terug hier bij het Maasgebouw, bij het Feyenoordstadion met Edwin Zoetebier. Want Edwin, welkom trouwens. Ja, zeg je Feyenoord PSV, dan zeg je ook zeker kwartfinale UEFA Cup 2002. En wie pakte die pingel van Gakko Gietsen? Ja, dat was ik. Was jij. Jij hebt die UEFA Cup met Feyenoord gewonnen. Denk je daar? Ja, het is allemaal zo nostalgisch, ik realiseer het me. Maar komt het nog wel eens terug in je hoofd, die geweldige Feyenoord-tijd? Ja, zeker weten. En met name met dit soort wedstrijden, Jan, weet je, dan ga je er weer naar terug. En ja, dat zijn mooie herinneringen. Ja.
wel alweer zover en lang geleden. En ook haast niet meer voor te stellen dat deze club zo'n Europese topprijs kan winnen. Dat klopt. Ja, maar ja, sowieso in Europa heb je als Nederland zijnde... Ajax heeft het dan nu een aantal of twee jaar gedaan. Maar je ziet op een gegeven moment, je verliest het ten opzichte van Europa. En dat is helaas maar waar. Zou het dan überhaupt ooit nog wel eens kunnen, zo'n uitschieter? Of moeten we daar maar gewoon even niet meer aan denken? Nou, het zou wel kunnen. Alleen ja, dan moet je op een gegeven moment ook soms risico's durven nemen in spelers halen. Dan kom je weer naar het financiële plaatje toe. En dan moet je dat durven. Ajax is bij machten, denk ik, op dit moment. PSV is ook wel bij machten. Daar klotst het geld tegen de plinten, met name in Amsterdam en hier natuurlijk niet. Nee, dat klopt. En daar zal Feyenoord denk ik een keuze in moeten gaan maken. En dan praten we natuurlijk uiteraard over de nostalgische Kuip. Maar ja, ik denk op een gegeven moment, dan moet je daar toch een keuze in maken om een nieuw stadion neer te zetten. Om geld te gaan genereren. En niet alleen een stadion, maar tot het een plan is waar heel veel geld uit gegenereerd kan worden. Ja, en daar moet je dan naartoe. En dan kun je weer meevechten om de titel. Zou jij afscheid kunnen nemen van dit icoon hier? Ja, dat is ook wel zo. Alleen, je ziet het nu bijvoorbeeld bij AZ. AZ's tribune is stuk. Nou, dan moet je dus een ander stadion gaan huren. Dat kost ook allemaal geld. En als je dit gaat verbouwen, ja, waar ga je dan spelen? En tuurlijk, mijn hart ligt hier hoor, bij de Kuip. Maar waar moet je nou gaan spelen? Nou, dan moet je weer ergens anders geld gaan betalen om weer eventueel te kunnen gaan spelen. Ja, ik denk, je moet het denk ik wel op een heel korte termijn moet je daar een beslissing over gaan nemen. Want ja. dit het gaat gewoon niet. Nee, nou, het speelt en we gaan daar denk ik op korte termijn ook echt wel meer over horen. Edwin, met wat voor ideeën ben jij nou 2 uur geleden vanuit Volendam vertrokken toen je dacht ik ga naar Feyenoord PSV kijken? Nou, ik hoop een hele aantrekkelijke wedstrijd. Ik denk ook dat PSV zijn voorhoede probeert natuurlijk, want dat is een sterke voorhoede, die probeert natuurlijk de verdediging te slechten. Waarvan ik denk weer bij Feyenoord die Dumfries, die is natuurlijk heel veel weg van zijn positie. Daar komen ook heel veel de doelpunten vandaan voor de tegenstander. Dus ik hoop dat Sinisterra daar gebruik van kan maken. En tot de Kuip dan gaat ontploffen. Ja, nou ja, dat hopen we eigenlijk vanaf minuut 1. En dat die Kuip er weer even lekker achter gaat staan in zo'n topwedstrijd. De keeperskwestie dan ook. Met jou als voormalig keeper natuurlijk ook even doornemen. Vermeer keept weer, die is fit. Dus die gaat dan gewoon er weer staan natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, tuurlijk. Op het moment dat... advocaat kwam, heeft hij ook uitgesproken dat Vermeer zijn eerste keuze is. Nou, oké, hij is fit en dan moet hij ook spelen. Hoe keek jij naar Marsman? Niet alleen afgelopen donderdag, maar ook in die andere wedstrijden dat hij gekiept heeft? Nou ja, het is heel moeilijk voor Nick om zo in te moeten vallen. Het is een ervaren jongen, heeft het na behoren gedaan. Vitesse pakt hier een punt voor je, pakt een penalty, staat een goede pot te keepen. Elke keeper maakt een foutje. Nick maakte die ook. Ik denk niet dat het desastreus had hoeven zijn, als je gewoon je kans ook benut. Dus wat dat betreft, hij heeft het gewoon naar behoren gedaan. Ben je te verleiden tot een uitslag, Feyenoord PSV? Nou ja, ik hoop dat het plan gaat kloppen en dan verwacht ik een 3-1 voor Feyenoord. 3-1. En het plan is, even kort geschetst? Ja, dat is over hun linkerkant. Dumfries opjagen. Ja, Dumfries. Of eigenlijk niet laten opkomen. Ja, nou ja, juist wel. En dan daar misbruik van maken. Ja. Want als hij hier niet staat, dan moet je daar toeslaan. Want Edwin, even zo onderling. Dat centrale verdedigingsduo bij PSV. Dat is nou niet geweldig, hè? Nee, maar ja, dat is dus ook waar bij Feyenoord ook het probleem verdedigend ligt. Ligt bij PSV natuurlijk ook verdedigend. Ja. Wat doe jij tegenwoordig? Keeperstrainer bij FC Volendam. Ja. Gefeliciteerd nog, periodetitel gepakt. Ja, dankjewel. Ja, dat was supermooi. En nu doorzetten natuurlijk. Jullie spelen onwijs leuk voetbal. Je gaat dus sowieso de na-competitie in. Zijn er al dromen verder dan dat? Nee, wij hebben afgesproken met z'n allen. We hebben een plan van 3 jaar. En alles wat eerder komt, komt eerder. Maar we mogen alles. We hoeven niks. Heb ik goed onthouden dat jouw neefje ook bij de selectie zit bij Volendam? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ik zag een keer een opstelling van Volendam, zag ik Soetebier. Ik denk, hey, ja, dat is je neefje. Ja, dat klopt. Kan niet een beetje?
Jawel, hij is een goede keeper. Absoluut. Ja? Okay. Zeker. Hey, leuk je weer te zien. En je gaat op de radio bij ons zometeen ook de wedstrijd analyseren. Ja, dat klopt. Veel plezier daarbij. Dankjewel. Edwin Zoeterby was dat toch uiteindelijk, ja, ik blijf het zeggen, de UEFA Cup keeper winnaar. Dat is een lang woord, ongelukkig woord ook. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hij was het die keepte bijvoorbeeld dus op 8 mei 2002. Toen Feyenoord de finale won van Borussia Dortmund. We hebben weer wat supporters, man en vrouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw namen? Erik Westerhof. Leni. Erik en Leni. Ja. Zijn uit Groningen. Uit Groningen? Ja, kom uit Groningen. Jeetje. Ja, we hadden net al een man. Leg me dat nou eens uit waarom u dat iedere 2 weken weer doet. Ja, dat vraag ik me dit seizoen zeker ook wel eens een paar keer af. Maar ik blijf toch komen. Ja, ik ben in Rotterdam van geboorte. En ik kom hier al een paar jaar. En ja, het is gewoon, het is toch de magie. Ik kan het niet anders uitleggen. Heel veel mensen begrijpen niet wat ik doe. En ik soms ook niet. Maar, nou, ik begrijp het wel hoor. Ja, wel. Ja, gelukkig. Ja, ja. Ja, jij ook. Jij weet het zeker. Wij kunnen er enorm van genieten vooraf ook al hoor. Is de lol vooraf misschien nog wel er meer dan tijdens en afloop? Nou, soms wel, maar soms ook niet. Want dan kun je ook enorm pijn in je buik krijgen en zenuwachtig worden. Maar vandaag, op een of andere manier, lijkt het blanco. Maar heb ik wel het gevoel dat we gaan winnen. Ja, maar weet u mevrouw, dat heeft iedereen hier. Ja, kijk, en nou hebben we een advocaat die niet helemaal realistisch positief is. Maar ik hou er wel van. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wij horen natuurlijk altijd heel veel negatieve dingen. En dit is niet goed. En dat zien wij natuurlijk op het beeld ook. Maar hij gaat wel voor de mannen staan en zegt van nou, ik heb wel een leuke tweede helft gezien. Ik bedoel misschien dat hij na Vitesse zegt dat de backs Geertruida en Malasia best wel aardig stonden te spelen. Terwijl iedereen zag, het was helemaal niks. Daar kijken wij van op, ja. Maar snapt u dat hij dat doet? Nou, je kan een positieve voor je team gaan staan. Als hij maar naar de jongens wel heel realistisch blijft en zegt dat het niet goed was. Kijk, naar buiten toe is het alleen maar belangrijk dat het positief blijft. En die voelde zich dan niet in de maling genomen? Die denkt, ja, weet je wel, ik moest natuurlijk wel lachen. Ja, weet je wel. Wat moet er nou gebeuren? Wil Feyenoord winnen van PSV? Ja, ik weet wel, moet je doepen te maken. Ja, nee, dat begrijp maar, neem maar even in een wat bredere zin. Geloof houden, de kop niet gek laten maken. Je weet dat de linksback zwak is en dat daar toevallig tegenover een van onze betere spelers staat. Nou, daar moet je gebruik van maken. Dus ruimte maken voor Berghuizen, acties laten maken. En dan, ik denk echt dat het goed gaat komen, echt waar. Goh, ja, ja. Zo goed gaat het bij PSV toch ook niet? Nee, dat is wel waar. Hoewel ze natuurlijk wel met 4-0 winnen van Fortuna vorig weekend. En nu ook al lang en breed uitgeschakeld waren in Europa. Maar die Somalen en Bergwijn en Ihattaren, dat zijn natuurlijk gewoon wel hele goede voetballers, hè? Zeker, ja. Dat is absoluut waar, ja. Alleen de zijbe van Bommel. Dat is een verschil. Ja, maar die doen allebei niet mee. Nee, dat is waar. Komt hij ook uit Groningen trouwens? Nee, ik kom uit Rotterdam. Oh, wat zijn jullie van elkaar dan? Vrienden, hele goede vrienden. En hoe is de vriendschap door Feyenoord ontstaan? Ook. Nee, ja, en, ook zeker. En door werk. Ja. En, door werk. Ja. En al, nou, ik denk al bijna 25 jaar. Ja. 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 Nou, ga ervan genieten. En wij houden ons een beetje vast aan. Oh, 2-1. En dan spreken we elkaar. Zullen we dat afspreken? Zeker. 2-1. En uw voorspelling is? En 3-0. We gaan eroverheen. Is je vriendin ook in de Kuip? Zeker. Gelukkig. Nou, dan wordt het. Je bent goed op de hoogte. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat de halve Tweede Kamer er weer zit. Want ik hoorde ineens dat er heel veel ministers en staatssecretarissen zijn allemaal Feyenoorders. Dus ik denk, hoe is het mogelijk? Volk, hè? Ja, maar dat ze het dan in die kamer zo een beetje rommelig maken. Heel veel plezier. We gaan wat u betreft dus uit van, van een overwinning voor Feyenoord. 2-1 en 3-0. Ja. Ik heb geen idee hoe we in de tijd zitten, maar ik denk dat we nog wel even iets gaan... Ja, fijne wedstrijd. Dat we nog eventjes kunnen gaan kijken naar datgene wat we afgelopen vrijdag ook in FC Rijnmond lieten zien. Dus namelijk het transferbeleid dat bij Feyenoord wat zal worden gaan aangepast. Namelijk via het Moneyball systeem. Dan worden spelers gescout op basis van data en op basis van statistieken. Dennis van Eersel daarover. Feyenoord is laatst naar buiten gekomen met eigenlijk de belangrijkste pijlers, hè, waar de club op inzet qua nieuw beleid. Er is er eentje nog niet in genoemd en dat is dat Feyenoord... De scouting en het transferbeleid op basis van data wil gaan doen. Hè? Het befaamde moneyball-principe. Vanuit het honkbal natuurlijk overgenomen. Diverse voetbalclubs die dit al doen. In Denemarken is het een heel succesvol voorbeeld met Midtjylland. Ja. Als ik dat goed uitspreek, maar dat zou Geert beter weten. Nee, Geert wel van Zweden, ongetwijfeld van niet goed uitgesproken. Ja, maar Denen en Zweden verstaan elkaar. Ja, maar doet er niet toe. Maar in ieder geval gaat Feyenoord, en dat is echt wel een koerswijziging, heel erg op de data zitten bij spelers die ze halen om waarde op het veld te creëren. Om uiteindelijk op die manier aan geld wat zo hard nodig is in de Kuip te kunnen komen. Senesi is het eerste voorbeeld ervan. Omdat die ook is al met deze strategie. Die
dat is de eerste speler die met deze strategie is aangetrokken. Waarbij er dus ook bijvoorbeeld, nou, er wordt leeftijd bijvoorbeeld, is dus ook een dataparameter waar heel goed naar gekeken wordt. Bij wat voor restwaarde heeft iemand? Wat voor winst kun je erop maken? Oké, maar je noemt inderdaad FC Midtjylland in Denemarken doet het. Brentford in Engeland doet het. Ja, ook een voorbeeld. AZ doet het op zekere hoogte natuurlijk ook, hè, omdat Eindhoven dit ook toejuicht. Ja. Wat helpt het je? Wat brengt het je? Nou ja, kijk, honkbal en voetbal zijn natuurlijk hele andere sporten. Maar ik geloof er wel sterk in, inderdaad, dat je aan de hand van data dat je veel meer kan zien dan alleen maar dat onderbuikgevoel wat scouts hebben. Het ideaal, denk ik, in de voetballerij is als je een combinatie van beide hebt. Dat je dat onderbuikgevoel eerst neemt van scouts en daarna gaat kijken aan de hand van data. Van oké, wat levert deze speler nou echt? Wat is eigenlijk de risicofactor? Wat is de faalfactor? Ja, daar heb je gewoon cijfers voor. Hoe spelers kansen benutten en allerlei parameters. En het lijkt me alleen maar goed, die ontwikkelingen, dat Feyenoord daar ook in meegaat. Hoe luister je hiernaar? Nee? Het wordt langzaam een beetje ingewikkeld. Allemaal met je moet bijna gaan studeren, hè? Wil je voetbaltrainer worden? Nee, maar ja, ik ben ook wel eens gaan scouten, maar ik denk dat je, als je gewoon gaat kijken, dat je dan toch wel veel ziet bij een wedstrijd, maar zeker ook op een training en dat je dan ook het gesprek moet zoeken met een speler. Ik denk dat je daar wel. Maar de club heeft wel gekeken na de periode met Martin van Geel, van wat waren nou de kritiekpunten die er waren, hè, op zijn periode, en dat was toch ook de Studio Sport Scouting of de bord op schoot transfers die werden gehaald. Allerlei spelers die we al kenden. Als je hiermee ook met verrassende namen komt, zoals een Senesi. Stel fijn, dat maakt er straks heel veel winst op. En waarom niet? Ja, dan kan het een strategie zijn die werkt. Ja, dat is dus het transferbeleid vanaf nu bij Feyenoord. Het moneyball systeem. Spelers die dus met name worden gescout op basis van data-analyse en statistiek. En met dit fragment komt ook een einde aan deze uitzending. Deze vooruitblik op Feyenoord PSV hier voor de deur van de Kuip. We gaan natuurlijk een verslag doen op Radio Rijnmond van Feyenoord PSV vanaf 2:30. Met Sinclair en met Dennis natuurlijk. Onze Radio Rijnmond sportuitzending is trouwens al lang en breed onderweg. Omdat Sparta om 12:15 al is begonnen met de uitwedstrijd bij FCM. Sparta staat daar trouwens op dit moment met 2-0 achter door 2 strafschoppen. Morgen in FC Rijnmond blikken we natuurlijk terug. Dan met Jan Eversen aan tafel. Graag tot die gelegenheid. En hier vanuit het Feyenoordstadion een prettige wedstrijd. En graag tot de volgende keer. Dag.